onderweg naar Dordrecht. Daar gaan we twee nieuwe Blanco family members ophalen. En dat zijn Laura van der Haven en Minos Eigenheer. Goeie naam, hè? Eigenheer. Hele goede naam. Tim, je moet wel even buitensmonds praten. Ja, precies. Hele goede naam. Hey, Tim met Minos. Hey, Minos. Ja. Nou ja, we staan voor een heel groot hek met Dordwijk. Zitten we dan goed? Ja. Nondertje, hoe gaat dat ding open? Hey, kom eraan. Ik zie jullie al staan. Tim, die poort is niet normaal. Ik moet ook zo'n poort. Hier zo, daar heb je de hoofdengel. Wat kost zo'n poort? Ben jij de engel van de hemelpoorten? Precies. Kijk dit nou, joh. En jullie maar met z'n tweeën. Rick, die komt nog. Moeten we je voortaan Prins Minos en Prinses Laura noemen? Zeker Prinses Laura. Ja. Laura, laat je lokken hangen. Oh, daar is ze. Bonjour. Wij dachten dat jij je lokken ging laten hangen. Ja, ik heb die net eraf gehaald, man. Rapunzeltje. Hallo. Goeiedag. Willen jullie een bakje? Jazeker. Dit is onze woonkamer extensie. Wat willen jullie voor een bakkie? Een lekker espressootje. Ja, espressootje. Ik ook. Dan ga ik even aan de klantenkant staan. Hallo meneer. Hallo. Twee espresso graag. Zeker, komt eraan. Oh, daar komt ie. Welke koffie krijgen we, Minos? Dit is Shimano Pride Natural Ethiopia. Oh, kijk eens joh. Oh! We zijn nog warm, weer een. Jazeker, lekker, dankjewel. Cheers. Hallo! Bonjour! Bonjour, madame! Monsieur! Wat fijn, roadtrip! Kijk nou uit! Appeltje voor de dorst, mevrouw van de haven. Hij heeft vitamintjes op peil houden. Belangrijk. Maar het ziet er echt super nieuw uit. En er zijn echt keiveel Belgen. Alleen maar, we zitten hier in Zeeuws-Vlaanderen. Dat is ook echt keigezellig. Want dan kunnen wij heel goed communiceren. Lekker. Ja, oh, amai! Manneke, neem mijn botten zitten los! Wat lief, en moet je even zien verder strikken! Oh! Ricky Bobby. Show my move. Ik ben er ook nog even bij, pas kwalen. Oh nee, Rick. Dank Laura. Ik doe wel hier. Hey, heb je nou weer gesloopt? Je moet altijd doen alsof er niks aan de hand is. Nogmaals, ik dacht dat dat kon. Lekker Tim. Heel de sfeer verpest. Een stukje kaas. Nou, lekker. Een stukje kaas bij het biertje hoort toch? Mm, ja. Het zou heel raar zijn als jij als Zwitser zonder kaas voor de dag zou komen. Dat kan natuurlijk ook niet. Nee. Kan echt niet. Komt Zwitserland ook uit Zwitserland? Nee, hè? Zwitserland. 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 Nou, als je aan die billetjes van Minos zou voelen. Er was een heel groot bord onderweg. Mayo zonder zooi. Ik kan alleen in Brabant. Wie weet er wat het verschil is tussen mayonaise en frietsaus? Ik denk in frietsaus is azijn. Nou ja, het kan A zijn en het kan B zijn natuurlijk. Meer zijn. Het kan van alles zijn. Maar boven alles, het magazijn. Jij mag er zijn. En wat zit er verder in? Frietsoos is specifiek voor de friet. Precies! Waar is de mayonaise dan specifiek voor? Hey Siri! Wat is het verschil tussen frietsoos en mayonaise? Vraagteken. Mayonaise mag alleen mayonaise heten als het minimaal 70% vet en 5% eigeel bevat. Het mag hoger zijn, maar nooit lager. Frietsaus heeft een vetpercentage van 25%. Oeh! Ik neem gewoon alleen nog mayonaise eten. Maar goed, ik heb nog nooit frietsaus besteld. Ik dacht altijd dat ik mayonaise... Het allergrootste verschil is dat je bij mayonaise precies weet wat je krijgt. Alleen bij frietsaus is het een beetje gisteren naar de ingrediënten. You gotta stay grounded. Dat zijn ze! Dat is super koud! Oké, love a lover boy. Yeah, love you forever. Oké, Lau. Magnifiek, it's so wonderful! Oh! Zijn de billetjes nog oké? Okay? Die zijn wel iets platter dan net hoor. Oh, you go girl!
Een beetje overshoot, maar wel super stylish. Hier gebeurt het allemaal. Kijk eens, Laura van der Havenbeck zijn 60 helemaal gek geworden! We moeten echt harder. Sowieso moet je in het leven eigenlijk altijd harder. Drietje was echt super stylish. Nou, nu vijfje. Oh, let's get it! Vijf! Het randje, Edgar, het randje. Hoe kan zo'n kleine man zo'n dikke stijl hebben? Geloof je toch niet? Ongelooflijk! Not normal. Woop! Lekker man! Monster. Monster. Wat vind jij van de nieuwe aanwind van de Blanco-familie? Ricky Bobby. De ene die klinkt ook met kaas. Die Zwitser. Zeg iets goed. Ja, hij is agressief. Ja, die andere. Die. Een beetje alcoholprobleem. Oh. Ja, wel gezellig voor de rest. Ik denk dat we er ook wel blij mee mogen zijn. Mm. Zeker. Nou, je kunt een hoop van ons leren. Thanks dat jullie erbij zijn. Wij zijn er in ieder geval super hyped over. Jullie gaan natuurlijk nog heel vaak Laura en Minos, of Minos en Laura. Het is wel Laura en Minos. Laura en Minos nog vaak zien. En alfabetisch. Ja, alfabetisch is beter. LM, ja. Als jullie dus meer willen zien van Laura en Minos, van die mensen daar zo. Hier kan je abonneren en hier heb je een video. Waar is en laatste? Hier heb je nog een video. Twee. Ik wil waar de meeste kijken. Yo.